Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Popcorner. Goedendag, kijkers van Breda Nu. Een klein stukje historie over de singer-songwriters en het genre wat op dit moment vrij populair is. Waarom is het populair? Omdat je het heel makkelijk kunt doen. Je pakt een gitaar of een piano, je schrijft een liedje, je gaat het zingen en voilà, je bent singer-songwriter. Singer is natuurlijk het Engels voor zanger of zangeres. Songwriter is natuurlijk het Engels voor liedjeschrijver. Dat begon al in de middeleeuwen. Toen had je de minstrelen en de troubadours, die trokken door het land en schreven liedjes en speelden die. Tegenwoordig heb je de singer-songwriters, die schrijven liedjes en spelen ze voor een klein publiek of een groot publiek. In Breda zijn er ook genoeg en omstreken natuurlijk. Wat te denken van Tom Neven of bijvoorbeeld een Merel Simons of een Joris D. Allemaal singer-songwriters uit het Bredase of omgeving die goed van zich hebben laten horen de laatste tijd. Leuke cd's hebben gemaakt, leuke liedjes hebben geschreven, videoclips hebben gemaakt, opgetreden. En zo zijn er nog legio die dat heden ten dagen doen in Breda en omstreken. Popdokter, bedankt. Jou zien we de volgende week alweer. We gaan nu eerst kijken naar Pim, die gesprek is aangegaan met Anne over haar carrière. Waar is ze begonnen, waar wil ze naartoe? Check it out. Nou, we zitten hier samen met Anne Nederhoed. Anne, om te beginnen. Wat heeft jou zo geroepen in de muziek? Ten eerste is het natuurlijk gewoon superleuk om muziek te maken. Maar ik denk dat het bij mij echt is begonnen toen ik... ik was vroeger een beetje zo'n depressieve puber, zeg maar. En het ging ik van die zware teksten schrijven. En toen leerde ik een beetje gitaar spelen en dat heeft zich eigenlijk zo ontwikkeld naar de muziek die ik nu maak. En dat heb je zelf geleerd, de gitaar spelen? Ja, ik heb nooit les gehad. Het is misschien wel nodig, maar nee, ik heb geen les gehad. Nou, het klonk erg mooi hoor, dus dank je wel. En het nummer waar je net mee was begonnen, mm-hmm. Van wat is de reden daarachter? Van... My Dear heb ik geschreven voor een vriendinnetje van me. Zij woont best wel ver weg. En zij is ietsjes jonger dan ik. En zij ging eigenlijk door een beetje diezelfde fase als wat ik dus had met die depressieve puberfase. Had zij eigenlijk precies hetzelfde. En ik herkende mij daar heel erg in en ik wilde haar heel graag een soort van helpen. Dus het nummer is eigenlijk over dat ik me heel erg herken in haar situatie. En dat er eigenlijk miljoenen mensen zijn die zich net zo voelen als zij. En dat we allemaal ervoor er zijn. Ah, oké. Okay. En als je teruggaat in je tijd, zeg maar. Mm-hmm. Van... Wat denk je nou, rond welke leeftijd denk je nou van nou, toen ging je echt devoot aan muziek, zeg maar? Ik weet zelfs de exacte datum. Nee. 24 november 2014.
Toen had ik mijn allereerste optreden ooit in Breda bij Café Publieke Werken. Meteen een optreden van 20 minuten. En nou, sommige nummers waren echt verschrikkelijk. Maar dat was wel echt dat ik voor het eerst zeg maar, voor een publiek stond en de reacties terugkreeg. En dat ik dacht, oh, dit is toch wel echt super tof om met je eigen nummers op het podium te staan. En dat is echt toen ik heb besloten van oké, nu gaan we er echt voor vechten. En gaan we ervoor. En van alle optredens, wat is tot nu toe denk je de top 1? Of ja, top 3 kan je het beste doen. Even denken hoor. Nou, op 1, ik vind top 3 lastig, maar ik doe wel gewoon nummer 1. Op 1 staat het optreden in Nieuwegein. Dat was op de officiële MH17 herdenking. Ik heb een nummer geschreven voor een vriend van mij, want die zat in het vliegtuig. En ik kreeg de kans, ik werd gevraagd om daar de herdenking te openen met mijn nummer. En dat was echt heel bizar en heel bijzonder om met zoveel mensen die zeg maar hetzelfde hebben meegemaakt je nummer te delen. Dat er mensen naar je toe komen van, hey, ik snap wat je bedoelt, wat fijn dat je dit hebt geschreven. En ja, dan zie je jezelf ook op het NOS voorbij komen in beelden. En dat was echt aan de ene kant heel dubbel, want aan de ene kant was het niet cool of zo. Nee, dat was heel mooi dat ik daar stond, maar wat er daarna gebeurde was wel een soort van gaaf ook of zo. Ja. Dus het is heel tegenstrijdig. En heb je ook een doel van dat je denkt van nou, van alles wat ik wil bereiken is dat echt het nummer 1? Paradiso? Paradiso kleine zaal? Ik wil niet grote stadions doen, maar oké, als dat zou mogen dan wel. Maar het liefste gewoon de kleine zaaltjes en dan door heel de wereld toeren in zo'n hippiebusje. Dat is echt wel de droom. Een mooie droom. En al je nummers zijn Engels, zo van, ja, zit daar ook een reden achter? Ja, ik vind Nederlands gewoon niet zo'n mooie taal. En ik heb een hele erge bekakte R. Mm-hmm. En als ik in het Nederlands zing, klink ik echt als een kinderen voor kinderen artiest. En dat kan echt niet als je zware teksten zingt. En dan klinkt het alsof je op een onbewoond eiland zit, zeg maar. Dat gaan we niet doen. Dus daarom gewoon voor Engels. En mocht ik ooit eens door Europa willen toeren, dan is dat natuurlijk ook wel zo makkelijk. En dan heb je ook, als je door Europa toert, want dan heb je het over Paradiso, maar heb je dan ook verder in Europa nog plekken waar je echt graag heen wil? Ja, van alles. Ja, gewoon echt waar ik echt wel heen wil, is gewoon Londen, Engeland. Gewoon daar, dat is wel echt zeg maar waar ik naartoe werk, om daar ooit te mogen staan. Dan maakt me echt niet uit of ik op een kratje ergens op straat moet staan of in een café of zo. Daar wil ik gewoon mijn muziek laten horen. Oké. En je hebt dan gezegd van het allereerste optreden. Van wanneer denk je dat het een beetje is gebeurd dat je echt begon door te breken? Dat in één keer dat de optredens binnenkwamen en dat je steeds meer gevraagd werd? Nou, nog niet zo lang geleden eigenlijk. Ik merk dat ik... dus ik ben nu zo'n 2 jaar echt bezig, zeg maar. En ik merk dat ik in het begin echt heel hard ervoor moest knokken. En echt heel Nederland alle podia heb afgemaild. Van, mag ik komen spelen? Ook al is het maar 3 nummers. En ik merk echt dat nu, sinds het begin van dit jaar, dat ik wat vaker gewoon dat mensen me spontaan vragen en weten te vinden. En ja, dus dat is wel heel tof. Oké. En dan is het dan ook alleen via de Facebookpagina dat ze je vinden? Of is het echt... Facebook.com/AnneMNederhoed. via Facebook, maar ook heel veel mond op mond. Mond op mond? Ja, mond op mond. Ja, mond op mond reclame, dat ja. Ja, daar, ik merk dat als je gewoon op bepaalde plekken goede mensen hebt zitten, die je een beetje leuk vinden, dan werkt dat ook heel erg mee. Vooral in zo'n stad als Breda, waar iedereen elkaar een beetje kent. Ja. En dan heb je hier ook het meest opgetreden in Breda of van alle optredens? Ja, Breda is wel de stad waar ik het meeste kom, zeg maar. Oké. En dit brengt ons bij het volgende item, muziek in de stad. Iedere aflevering zoomen we in op een van de muzikale festiviteiten die Breda rijk is. Vandaag nemen we jullie mee naar de HBO intro. Ze moeten toch hier naartoe komen? Ja, zeker weten. Het is hier hartstikke leuk. En dat willen we ook juist laten zien.
Dus je probeert mensen hier naartoe te trekken? Eigenlijk wel, ja. En het lukt ons tot nu toe best wel aardig. We hebben veel kijkers, dus het gaat hartstikke goed. Waar luisteren jullie naar? Ik weet niet hoe het heet. Wat voor soort muziek is het dan? Ja, een beetje popachtige muziek. Ja, wel hip en... Ja, dat wel, ja. Waarom dacht je, die wil ik ook proberen? Nou, ik heb het altijd gezien in Amerika en verschillende plekken. En ik dacht van, maar eens proberen. Wie ben jij? Ik ben Joep van Dijk. Wat doe je hier? Ja, feesten. Met deze maat. Gaan jullie ook hier studeren dan? Zeker, we studeren bij het Avans. Commerciële economie. En? Voor het eerst bij de HBO intro of? Ja, we zijn eerste klasse, dus... Ik wou zeggen, ben je al drie keer blijven zitten? Nee, we zijn nog nooit blijven zitten. HBO intro. Ik ook niet. Je ziet er nog jong uit, dus ik geloof het wel. Ja joh, zo jong? Ah, jammer. Jonger dan mij in ieder geval. Ze geloven ons ook nog niet. En nu vanavond? Ja, zuipen. Te draaien. Hoe is de sfeer? Heel gezellig. Kan je ook zien hier op het podium en zo. Is wel echt leuk. Stel je eens even voor. Wat voorstellen? Wie ben je? Oh, stel mezelf voor. Ja, ik ben Noah Ampère. Dat is mijn DJ-naam. En dat is Rick Milan. Dat is ook een DJ. En wij zijn hier gewoon even gezellig aan het draaien. Hey, ik ben Bas Kolle en waar kom je hier doen? Lekker bier drinken natuurlijk, hè. En zeker. Ja, ik studeer hier lekker in Breda, ja. Dat hoort een keer op stap gaan, hier hoort dat natuurlijk zeker bij. En het intro festival, elk jaar hoort dat erbij natuurlijk. Welkom bij een nieuw item bij ons on stage, Breda Bars, waarbij verschillende rappers en rapsters zich kunnen opgeven om in een minuut een freestyle te geven en om zo hun lyricale bal uit het veld te slaan. Wil jij je ook opgeven, dan kan je dat doen via uitzending bredanu@gmail.com. Maar sinds dit de eerste aflevering is en we dus nog ook geen inzendingen hebben gehad, zal ik beginnen met een voorbeeldje. Lego. Ja, yeah, Breda Nu. Of zo. Ja. Boy. Het is Breda Nu. Ik kom wel zo, ik ben een Breda Nu. Ben online vanaf 6 uur van Breda Bars tot een hartje ginneke. Je weet meteen, ik kom actueel en heb lines voor deze, zelfs on stage. Ja, yeah. Presenteer als een hele meneer. Trouw lopen, nee, dat doen we niet meer. Eerst throne is open, niet de eerste keer. Maar kan recht naar het hart als ze om is peer. Ik voel me groot, ja, ik voel me spier. AV, huis is mijn kwartier. Ik heb geen uur, nee, ik heb geen tijd. Heb ik grote kleren, is het zelfs tijd. Check je watch, want het is aan de start. Oh, je ziet me wel, al welk zend je wat. Geen studio nak als ik een studio nak. Geef je op, ik geef shine pop. Mooie leren, ik geef je mooie leren. Ik kan dat laten lachen, maar ik ben geen veer. Ben in Breda al sinds de vorige keer, like. Ik ben een Breda nou en ik ben een Breda nu. Ja. Vuur. Dat was alweer de allereerste aflevering van Ons Stage zit erop. Voordat we eruit gaan, gaan we nog één keer terug naar onze lieve Anne met haar laatste nummer, Home. Wij zien jullie graag volgende week weer. Later! They say home.
is where you're comfortable. Home is we don't mind your naked body to show. When you walk out of the shower, they say home. Home is where your bed is. We lay your mind to rest and leave the rest of the world far outside. They say home. Then my wound still burn. You can have it now, yeah, it's all yours, 'cause your own heart isn't beating anymore. They say home. Home is where your mask comes down. We sing it where you dance around, 'cause your favorite song is bursting out of the radio. They say home. Home is where you don't brace your heart when you're wandering out in the dark. They say home. Werd mede mogelijk gemaakt door Popcorner.